Welkom. Welkom in de Bali. Welkom bij deze avond die wij homofobische karikaturen, Curaçao's volkstoneel en anti-queer geweld hebben genoemd. Maar waar we het ook zullen hebben over hoe theater en populaire cultuur juist een rol kan spelen bij het versterken van de LHBTIQ-gemeenschap. Mijn naam is Rogaya Sek, ik ben programmamaker hier in de Bali. En deze avond heb ik georganiseerd in samenwerking met Vereniging Antilliaans Netwerk en de Black Achievement Month. Maar vooral eigenlijk is deze avond ook tot stand gekomen naar aanleiding van het onderzoek van Wigbertsen Julian Isenia. Hij is assistant professor antropologie aan de UvA. Hij publiceerde in verschillende academische tijdschriften en werkte mee aan de tentoonstelling Nos Dei en House of HIV. In zijn proefschrift Queer Sovereignties, die hij deze lente met succes verdedigde, onderzocht hij seksuele burgerschap op de Nederlandse Cariben. Dus daar zullen we het vandaag ook over hebben. Ik geef zo meteen als eerst het woord aan hem. En daarna hebben we een nagesprek met theatermaker en cabaretier Colin Edson. En met Bart Krieger, kunsthistoricus en publicist. En ook vooral met jullie. Als zo meteen vragen zijn tijdens het gesprek of tijdens de lezing. Laat eerst Julian de lezing doen, zou ik zeggen. Maar als er daarna tijdens het gesprek zoiets opborrelt, dan vind ik het helemaal niet erg als je alvast even je hand omhoog doet. Dan kan ik naar je toe komen met een microfoon. Maar eerst een heel hartelijk applaus voor Julian. Ik spreek nu in Engels, maar dank u wel ook voor de uitnodiging aan alle partijen. En vandaag presenteer ik eigenlijk een klein deel van mijn onderzoek. En als je wilt, kan je ook een kopie krijgen aan het eind. Ik heb niet heel veel, dus als je gewoon je adres opschrijft, dan kan ik het ook opsturen. En vandaag ga ik het vooral hebben over toneelstukken. Helele, Rumana Mayega, Habri Pamawo. Ik weet niet precies wanneer ik deze voorstellingen voor het eerst zag. Het moest eind jaren 90 zijn geweest op het eiland waar ik geboren was, Curaçao, en opgegroeid. Ik was waarschijnlijk 11 of 12 jaar oud. Toen ik met mijn ouders een voorstelling bezocht, zag ik voor het eerst de figuur die bekend staat als de Mariku. In het genre van de Curaçaose comedie, Comedia in het Papiamento, is sprake van een stereotype representatie van seksuele minderheden. In deze traditie wordt de Mariku meestal geprotetteerd als een overdreven, eendimensionale en luidruchtige homoseksuele man of een transgender vrouw als een humoristisch element. De lesbische macho vrouw wordt ook afgebeeld, maar minder vaak. Mariku is in het Papiamento een kleinerend en denigrerend woord dat vergelijkbaar is met het Nederlandse woord flikker. Het is afgeleid van de Spaanse en Portugese woorden maricon en marica. Het woordenboek Papiamento Engels vertaalt Mariku als homosexual. En het Papiamento erotisch woordenboek uit 1992 van Tip Maroeg vertaalt het als een mannelijk homoseksueel of een term voor iemand die niets met homoseksualiteit te maken heeft, maar eerder aangeeft dat de persoon een dwaas is, graag roddelt of niet erg slim is. Het woord Mariku wordt tegenwoordig gebruikt in verschillende contexten, maar altijd beledigend. In deze presentatie ga ik proberen de term liefkozend, onderzoekend en vertroostend te bezigen. En de term te heroverwegen zoals anderen in het verleden hebben gedaan. Zoals je kunt zien in de scriptie van Nelson de Brot uit 1980. Hij stelt, ik ben een Mariku en hij geeft er zelf een invulling aan. Een invulling die ik te zijner tijd, naar gelang mijn ontwikkeling en situaties, zelf probeer te veranderen. Steeds weer
verder groeien, alleen of samen met anderen. In mijn onderzoek laat ik ook zien dat er ook andere betekenissen aan het woord verbonden zijn. Mariku als denigrerend woord, ongeacht de seksuele geaardheid, en Mariku als term voor gender non-conforme mensen. Met gender non-conform bedoel ik een verzameling van verschillende genderidentiteiten en performances die buiten het normatieve begrip van gender vallen, man of vrouw, of dat in twijfel trekken. Mariku kan dus verwijzen naar een transvrouw, een drag queen of travestiet, een verwijfde homoseksuele man of een combinatie hiervan. Naast een figuur in theaterstukken komt de term Mariku ook voor in de geschiedenissen van de Curaçaose homobeweging. De Mariku leidde in de jaren 70 en 80 op Curaçao tot een spanningsveld tussen de respectabele homo's en Marikunang. Homogroepen laveerden tussen het bestrijden van homofobie op een klein eiland en het tonen van minachting voor de Mariku. Op dat punt wordt een relatie met klassetegenstelling zichtbaar. De Marikunang wordt afgezet tegen de meer respectabele, meestal middenklasse, homoseksuele mannen. De Mariku in de toneelstukken worden ook geprotesteerd binnen een setting van minder geprivilegeerd en minder vermogende mensen. Terugdenkend aan mijn jeugd was het een moment van ontzag en bewondering als ik de theatervoorstelling zag waarin Mariku optrad of werd nagespeeld. Deze personages waren altijd weerbaar tegen alle verwachtingen in. Maar de manier waarop de Marikunang op het toneel werd geportretteerd heeft me ook echter doen walgen. Door de manier waarop ze waren behandeld en gestraft voor hun gender en seksuele non-conformiteit en gedrag. De Mariku wordt pijn of geweld gedaan, terwijl de andere personages ze op het toneel bespotten en het publiek hen uitlacht. Dus in die zin versta ik onder geweld ook handelingen of woorden die erop gericht zijn mensen te kwetsen. Als theaterwetenschapper, opgegroeid op Curaçao en opgeleid in Nederland, wilde ik dit toneelarchief van Curaçao begrijpen. Theater in het Parlamento is relatief jong. Pas sinds de jaren 60 en 70 worden er op Aruba, Bonaire en Curaçao originele stukken in het Parlamento gespeeld, die niet vertaald zijn. Daarvoor werden toneelstukken opgevoerd in de koloniale talen, zoals het Spaans of Nederlands. We moeten de opkomst van Comedia zien in het licht van de postkoloniale beweging op het eiland Curaçao, waarbij een nieuwe waardering voor het Parlamento ontstond. Binnen deze postkoloniale aspiraties en dromen moet de Comedia en de Mariku op het toneel gesitueerd worden. De Mariku, of op zijn minst de gender non-conformiteit, is een veel voorkomend element van dit soort comedienang en verschijnt vrij vroeg, zoals hier in 1987 in de voorstelling. Als het werkt. Volgende, alsjeblieft. Birinia den Comeback. Wat je vrij kan vertalen als Birinia, een naam voor een vrouw die naar feestjes gaat die Caribische bolero en somontuno spelen. Maar hoe wordt de Mariku in deze werken weergegeven? Om de figuur van de Mariku uit te leggen, wil ik de Mariku vergelijken met twee andere, meer bekende figuren om de gelijkenissen en verschillen te tonen. Bij Nederlands-Caribisch theater, dat gaat over travestieten en gender performance, kun je denken aan Tante S of Judesca. Zij gespeeld door Jorgen Rijman of Janino Asparaat. En Asparaat en Rijman schetsen een stereotyp beeld van Nederlands-Caribische vrouwen. Die ze vaak afschilderen als minder intelligent of hyperseksueel. Judesca bijvoorbeeld
eet voortdurend kip uit het restaurant waar ze werkt en spreekt niet goed Nederlands. Deze stereotypen, vaak te zien op tv en soms in films, zijn gericht op een overwegend wit Nederlands publiek. In Nederlandse televisieprogramma's spreken de personages Nederlands met een vleugje pepimento of sarantongo. Vaak worden deze rollen ook gespeeld door een man die zich identificeert als heteroseksueel. De comedienang waar ik het over heb, worden daarentegen meestal opgevoerd op Curaçao, voor een overwegend zwart publiek. Of in Nederland, waar ze bijvoorbeeld in het Zuidpleintheater in Rotterdam worden geprogrammeerd. Alle voorstellingen vinden plaats in het Pepimento, maar belangrijker is dat de Marikunang expliciet verwijzen naar een LHBT-persoon, niet naar een vrouw. Net als Tante S en Judeska is de Mariku een zeer stereotyp beeld, maar dan van een transvrouw, een verwijfde man of een homoseksuele man, met subtiele en niet zo subtiele ras-, cultuur- en genderkenmerken. Volgende. Colin Edson, van wie u zo meteen zult horen, die attendeerde mij op een ander personage van Asparaat. Ik ben boos, ik weet niet of je dat kent. Ik ben boos, meisje, ik ben boos. Ja, dat is het. Maar dit personage lijkt tot een andere klasse te behoren door zijn kleding, misschien zinspelend op een chic grachtgordel, homo. Volgende? Ja, dat is goed. De stereotype vrouw en de stereotype Marikunang bevinden zich dus in dezelfde referentiewereld, omdat ze verwijzen beide naar specifieke sociale klassen. Dus samenvattend, de comedienaan zijn populaire toneelstukken die aspecten van het leven van de volksklasse belichten, overdrijven en bespotten door middel van humor. Llega y en mi ritmo, ambiente y color. Happy Bota para mí, mi timbre si mató. Maar hoe kunnen we de Marieke op het toneel koppelen met anti-queer geweld? Volgens Judith Butler kan een travestiet op het podium vreugde en applaus oproepen. Kan je me helpen? Ja. Daarentegen kan dezelfde persoon die naast ons in de bus zit angst, woede en zelfs geweld oproepen. Butler maakt hier een onderscheid tussen performance op het toneel en performance van gender in het dagelijks leven. Hen legt dit als volgt uit. Volgende, alsjeblieft. In het theater kan je zeggen, dit is maar een act. En de act die realiseren van het spektakel iets anders maken dan wat echt is. De verschillende conventies die verkondigen dat dit slechts een spektakel is, maken het mogelijk strikte grenzen te trekken tussen de voorstelling en het echte leven. Op straat of in de bus wordt het optreden van een travestiet gevaarlijk. Juist omdat er geen theatrale conventies zijn. Op straat of in de bus wordt immers niet verondersteld dat de voorstelling verschilt van de werkelijkheid. Het verontrustende effect van optreden in de bus is dat er geen conventies zijn die deze scheiding vergemakkelijken. Ik vraag me echter af of we de representatie van LHBT-mensen op het toneel ook kunnen beschouwen als een vorm van geweld. Vanuit het perspectief van theaterwetenschap kunnen we vanuit gaan dat we het toneel zelf kunnen beschouwen als een plaats met specifieke sociale relaties en relaties tot macht, inclusief gender en seksueel geweld. Dus als theaterwetenschappers zeggen we dat het moeilijk is om een duidelijk verschil te maken tussen theater en het echt leven. Voor deze presentatie gebruik ik theaterstukken die ik op YouTube kon vinden of die op andere manieren bewaard zijn gebleven. Bijvoorbeeld via een script dat door een acteur is gearchiveerd, of opnames van een repetitie die in het archief van Beeld en Geluid in Hilversum worden bewaard. Ik heb een selectie gemaakt op basis van de bewegende beelden die ik kon vinden. De Mariku duikt op twee momenten op in een voorstelling. Ten eerste na enkele scènes,
wanneer het tempo van het stuk te laag is. Dan wordt de mariko gebruikt als hulpmiddel om het tempo van het stuk te versnellen. Dit gebeurt eigenlijk het vaakst. Ten tweede wordt de entree van de mariko soms gebruikt aan het begin van het stuk. Ik zal nu een serie filmpjes laten zien. En rechtsboven laat ik zien op welk punt na het begin van het stuk de mariko voor het eerst verschijnt. Silvio Mariko! De Spensalibo? Tene aquí, pa' voy for the most show, no? Mi nombre no está Silvio, sino Silvia, ok? Ato, además, pa' a mí, no? No tu me recuerdas ni un fresco si está Mariko? Guac! Ora bona se burrico, no? Ni más que po' bule arriba, calla po', bona po' piuda cabai, ok? Que mentí, no? Ta' fue bo' asunto aquí como está. Ami? Pa' mí es lo que me da la gana, honey. Pero si amo, que si no digo solamente, digo, ¿puedo ese? Ya, ese está un problema. ¿Ok? A ver aquí, ¿no? Me te busco otra cosa para mí, si te digo, ¿qué? Ando sin de duchi. Gracias. Een regisseur op Curaçao, Albus Gobaar, vertelde me dat dit verschijnsel van Mariko, de entree, een veelgebruikte middel is in de Curaçao's comedieroom. Als de entree goed wordt gebruikt, zorgt dit voor een lach. Dit komt bijvoorbeeld door de manier waarop personages zich kleden, zoals in de derde film, een grote gele riem op een bruin t-shirt met opschrift 100% en een schoudertas of aparte kleurencombinaties. Ook de verschillende maniertjes en handgebaren helpen hierbij. De lach wordt opgewekt door een bekende heteroseksuele acteur die zich in film 2 en 3 verkleedt als een mariko. In de late registratie ontstaat een lach doordat een sociale media-influencer die openlijk homo is, wordt herkend. In de eerste registratie wordt er niet meteen gelachen als de mariko ten tonele verschijnt. Pas wanneer een personage Silvio Mariko roept
en het personage ontmaskerd wordt als Mariko, lijkt er gelachen te worden. Dus de Mariko is een personage dat wordt uitgelachen vanwege zijn gedrag, zijn kleding of gewoon vanwege het woord Mariko. De Mariko wordt voorgesteld als een clown. Ik wil hierna ook laten zien hoe deze werken naast het uitlachen van een meer fysieke vorm van geweld gebruiken. Regisseur Bosquiri plaatst een stukje dat je net zag, Jupilaya Pasa, in een woonkamer van een vrouw en haar drie volwassen kinderen op Curaçao. Twee van de kinderen, Sis en Lim, zijn uit Nederland teruggekeerd voor de bruiloft van Sis. De moeder weet niet dat een van hen homoseksueel is en de ander lesbisch. Sis, van zus, is een verwijfde homoseksuele man die bij familie en vrienden bekend staat als zus, Mariko of Sis. Sis is verloofd met een transgender vrouw genaamd Chanka As. Ik denk niet dat het de woordspeling hoeft uit te leggen voor mensen die bij mij te spreken. De zus Lim, een mannelijke lesbienne in een baggy trainingspak met grote zilveren ketting, is verloofd met een biseksuele vrouw. Het derde kind, Roy, die op het eiland woont en drugs gebruikt, vindt dat het homohuwelijk, of het nou met tussen twee vrouwen of twee mannen is, niet mogelijk op Curaçao. Op een gegeven moment roept hij, in Nederland kan het, hier niet. In een verontrustende scène grijpt de nietsvermoedende moeder de transgender vrouw Chanka bij de nek en vraagt, wat ben jij? Dat is iets netter gezegd eigenlijk. De vrouw antwoordt in paniek, vrouw, vrouw. De moeder betast haar vervolgens en schreeuwt vol walging, een Mariko in mijn huis. Actrice Jen Richards geeft in de documentaire Disclosure op Netflix uit 2020 een uitleg over de representatie van transpersonen in films als een vorm van gedwongen onthulling. Ook deze theaterscène is een onder dwang afgedwongen onthulling. Die ervan uitgaat dat er iets te onthullen valt. Het versterkt de veronderstelling dat er een geheim is dat verborgen blijft en dat transvrouwen de verantwoordelijkheid hebben om dat aan anderen te vertellen. En dit veronderstelt dat de andere persoon een probleem heeft met wat er wordt onthuld en dat hun gevoelens belangrijker zijn dan die van transvrouwen. Volgende. Na Chanka seksueel te hebben aangerand, verklaart de moeder, ik zeg je dat een huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen iets is wat wij niet kunnen doen. In de opname van de voorstelling kan men het publiek zien en horen applaudisseren. Sis is er kapot van en zegt, ze hebben misschien het huwelijk tegengehouden, maar ik zal niet veranderen. Deze uitdagende uitspraak bevestigt dat het mislukken van het huwelijk geen invloed heeft op Sis zijn seksualiteit en genderidentiteit. Helele, Rumana Mayega, Habri Pamawo. Mayega yendi ritmo, ambiente y color, Habri Bota para mí, mi timbre si mató. Ik heb heel geworsteld met hoe om te gaan met dit archief en de gewelddadige scènes. Ik ben op dit archief teruggevallen vanwege de korte momenten die ik beschreef aan het eind van scène 4. De trotse en uitdagende uitspraak van Sis. Ik zal niet veranderen. Dit moment van trots en onoverwinnelijkheid dat ook in andere fragmenten voorkomt, maakt de ongemakkelijke
en schijnende scènes bijna goed. Dit thema van de ontmaskering of onthulling van een Marieke of transvrouw door een moeder, die tot dit moment onwetend, lief en vriendelijk is, is een terugkerende scène in dit soort toneelstukken. Andere terugkerende thema's zijn het feit dat LHBT-personen op Curaçao, anders dan in Nederland, bepaalde rechten niet genieten. Waaronder de mogelijkheid van huwelijk. Echter, de denigrerende taal en handelingen gaan verder dan wettelijke rechten van het homohuwelijk. LHBT-personen kunnen in de Curaçao-samenleving, lijkt het, geen waardig en passend leven te leiden zonder te worden uitgelachen of onvriendelijk te worden behandeld. Tijdens de presentatie kon je een liedje horen. Het is een Tumba-lied, een carnavalslied uit 1996, gezongen door Yvonne Gumbs. Ze zingt: "Broeders en zusters, ik ben gekomen. Sta niet open voor mij. Ik ben gekomen met veel ritme, sfeer en kleur. Open de deur, ik heb veel liefde nodig. Elke keer als ik terugkom, vind ik een verandering. Curaçao, ik ben jullie cultuur." Het dubbelzinnige en seksueel geladen "ik ben gekomen" behoeft geen uitleg. Misschien is de deur een kastdeur die smeekt om geopend te worden. Of een deur naar meer liefde, zorg en gezelschap. Maar het is ook een statement aan het eind dat deze gender en seksuele minderheden deel uitmaken van de cultuur van Curaçao. Ik ben jullie cultuur. Dit nummer werd ook gebruikt voor de intro van een vierdelige documentaire over het toneelstuk Marivaal. Een contaminatie en vermenging van Mariku en carnaval door regisseur Felix de Rooij. Het stuk volgt 5 Marikunang in Nederland en documenteert andere vormen van verwantschap buiten het familiemodel, zoals carnavalsgroepen. Het stuk speelt zich af in 9 scènes tijdens carnaval. Het enige moment waarop de Marikunang zich vrij kunnen kleden en uiten in een moment van ontspanning. Maar door middel van overdrijvingen wordt de figuur van de clown, die we eerder in de voorstelling hebben gezien, opnieuw toegeëigend. De figuur wordt complexer door lagen aan deze personages toe te voegen. En de voorstelling romantiseert deze personages niet en plaatst ze ook niet op een voetstuk. Het biedt nieuwe en andere manieren van leven. Manieren van leven die door hen zelf worden verteld in multidimensionale wijze. Net zoals ik in deze presentatie liet zien hoe theater voordelen over LHBT-bevolkingsgroepen kan versterken of verergeren, laat Marivaal zien hoe theater die voordelen ter discussie kunnen stellen. De 5 personages reflecteren over vermeende stereotypen van wat Nederland is, wat Nederlands is en wat Curaçao's is, en op welke wijze ze als queer en zwart worden beschouwd. Het is een kleine herinnering aan hoe queer regisseurs vanaf de jaren 70 ook proberen een minder gewelddadig en meer gecompliceerd beeld te laten zien van LHBT-personen op het eiland. Dank u wel. Dank je wel. John, je mag hier vooraan zitten. Ach, ja. Ja, is goed. Ik wilde eigenlijk beginnen met twee concepten die veel in je proefschrift voorkomen, die wel denk ik wat uitleg nodig hebben. Allereerst de titel. Ik vind het moeilijk om uit te spreken. Ik denk queer sovereignties. Wat betekent dat? Dus wat ik gedaan had, is ik begon met het idee van hoe het koninkrijk eruit ziet. Dus de Aaleilanden hebben niet een volledige soevereiniteit. Ze zijn allemaal een beetje apart. Het is niet echt postkoloniaal. Ook niet echt een kolonie meer. Dat is een beetje raar. Een beetje queer dus. En het is... Wauw, in je eerste zin. Ja. En dit is wat ik dan heb gedaan, is eigenlijk
dat gebruiken. Mm-hmm. En proberen dat niet te beoordelen. Dus niet te zeggen, het is fout, het is goed. Of het is gewoon een situatie waar we nu in zitten. En dat proberen te verplaatsen om groepen en mensen te bestuderen door de jaren heen. Ja, en hoe ben je bij het onderwerp gekomen van je proefschrift? Wanneer ben je begonnen eigenlijk? 2017, denk ik. Ja. Ik heb twee bachelors gedaan en een master. En in al die tijd heb ik niks gedaan over Curaçao. En ik dacht, strategisch dacht ik, ik kan beter iets doen wat ik, waar ik van hou en goed ken. Mm-hmm. En waar ik een soort van voorsprong heb op anderen. Dus niemand wist binnen theaterwetenschap en andere culture studies wat op Curaçao plaatsvond. Maar ook vond ik het heel belangrijk, omdat het... het komt niet voor in de lessen die we kregen. Dus het leek bijna alsof het niet zo interessant was, zoals Shakespeare of een, weet je, al die bekende theaterstukken. Dus ik probeerde het eigenlijk ook serieus te nemen als... Als onderwerp. Ja. Was je dan bewust van daarvoor dat je daar dat je eerst juist niet Curaçao gebruikte als onderzoeksobject? Zeker. Omdat je, ik denk dat ik daarvoor niet echt durfde om dat te doen, omdat ik dacht, oh ja, het wordt toch gezien als minder, ook misschien door mezelf toen de tijd. En nu ik zeg maar mijn proces heb afgerond, zie ik dat je ook vanuit Curaçao ook kan meepraten over theorieën in het Caribisch gebied, over andere culturele aspecten van de Global South, maar ook van de Global North. Dus het is eigenlijk pas nu dat ik besefte hoe rijk eigenlijk ons cultuur is eigenlijk. Ja, het tweede begrip, daar was nog niet aan toegekomen, dat was is seksueel burgerschap. Wat is dat? Seksueel burgerschap is eigenlijk hoe wij denken... Nee. Seksueel burgerschap zegt aan de ene kant hoe de samenleving eigenlijk is ingedeeld. Van wie krijgt bepaalde rechten en wie niet. Dus bijvoorbeeld, je moet dan heteroseksueel zijn, een witte man en dan al die hiërarchieën. Dan heb je heel veel rechten. Maar ook hoe we... hoe we die hiërarchie kunnen veranderen. Dat zegt ook seksueel burgerschap. En wat ik probeer te doen, is eigenlijk te kijken, hoe kan je seksueel burgerschap benaderen buiten wettelijke normen en grenzen. Dus niet alleen naar het homohuwelijk kijken, mm-hmm. maar ook naar theater, naar archieven, naar activisme. Oké, okay. Zie je jezelf als een activist? Ja, dat krijg ik heel vaak. Ik krijg heel vaak de vraag. En ik denk dat ik het nu pas dat omarm. Omdat ik zie... Ik wil iets veranderen. En die verandering, blijkbaar, moet je activist voor zijn. Ik denk dat er heel veel activisten hier in de zaal zitten, maar dat niet beseffen. Omdat je zodra je eigenlijk tegen de norm probeert te botsen, ben je eigenlijk activist. Ja. Laten we onze twee gasten erbij vragen. Bart Krieger is kunsthistoricus, publicist en curator. Hij werkte onder andere als recensent voor het Parool. Voor opinieblad Parbode had hij ruim 4 jaar maandelijks... gaan we zitten bij de microfoon inderdaad. Maandelijks rubriek Surinaamse kunstschatten, die hij ook bundelde in het boek 50 Surinaamse kunstschatten. Daarnaast cureerde hij verschillende tentoonstellingen, waaronder Surinaamse school in het... stedelijk. En je deed ook nog heel veel meer, maar we laten even bij dit. Misschien horen we zo meteen nog wat je nog meer allemaal doet. Colin Edson, presentator, cabaretier, theatermaker en acteur. In 2013 kwam Colin Edsons eerste avondvullende theatervoorstelling uit, Kompas genaamd. In 2022 won hij de Ramses Shaffi-prijs met Tata Stima. Momenteel werkt hij aan zijn nieuwe theatervoorstelling Fiesta. Klopt. Fiesta. Morgen speel je daar ook al mee of nog niet? Nee, morgen speel ik wel, maar met Tata Stima. Oh, oké. Okay. Ja. En Colin is medeoprichter van Black Queer Trans Resistance, Southeast LGBT and Friends. Encuentro en Pink Stage Belmer. En in zijn werk komt het herhaaldelijke thema LHBT voor. Welkom, applaus. APPLAUS.
Bart, jij bent komt niet uit Curaçao, maar uit Amsterdam. Ja, uit Amsterdam. Afro-Surinaamse vader en een wit Nederlandse moeder met prachtig rood haar. En het type... En het type van de Mariku waar het net over ging, is dat iets wat je ook herkent van andere populaire cultuur uit Nederland of Suriname? Ja, van Amsterdam Flikker. Dat vond ik een hele goede vergelijking. Ook de hardheid en de directheid daarvan. En trouwens, ook dat wordt toegeëigend, hè, door de queer community. Er zijn nu avonden die georganiseerd worden, dansavonden. En die heet ook gewoon Flikker. En we noemen elkaar ook Flikker. En dat weet je wel, het is ook een beetje om het te ontkrachten, juist, die dingen. En in Suriname hebben wij, de boeler, hè? Dat zullen jullie ook wel kennen. En voor wie die term kent? Glenn lacht. Je kent hem, hè? Ja. Leg eens uit voor degene die het niet kent. Ja, dat is net zo'n term. Dat is, boelen is ook een activiteit eigenlijk, zit er in dat woord. Om het... gewoon even poëtisch te omschrijven. Oké. Okay. Heel spannend, toch? Maar en ook in personages, als het gaat om populaire cultuur, theater. Ja, personages niet zozeer. En ik heb ze ook niet zozeer uit het theater gefilterd, mm-hmm. maar meer uit de film. Mm-hmm. En ik vond een hele belangrijke film voor mijn vorming dan, hè, want... Eigenlijk moeten we beginnen bij het probleem. Het probleem is dat wij opgroeien met een moeder die niet ons voorbeeld kan zijn... of een vader die ook niet ons voorbeeld kan zijn. Dus die moeten we ergens vandaan halen, vandaan toveren. En voor mij was dat in de wereld van de film. En met name Spetters. Ik weet niet of mensen die film kennen van Jean-Paul Verhoeven. Dat is een... Ja? Dat is een hele harde film ook eigenlijk. Hè? Er komt ook... Ja, als ik die titel noem, dan denk je al aan de verkrachting. Hè, van een groep mannen die een andere man tot zich nemen. En wat ik heel interessant vond aan die film... Niet alleen vond ik het interessant dat ik met mijn moeder keek... mijn vader en mijn zus, want je had Nederland 1, 2 en 3, dus je keek samen. Dat is waanzinnig, als je daar nog aan denkt... dat je met het hele gezin daarna kan kijken... En er waren drie archetypes. Je had dus een man die was meer de kant van Venus. Ik hou niet van mannelijk en vrouwelijk, dus ik heb het opgelost met Venus. Er is een andere man die staat meer bij Mars. En er is een zoekende man. En dat, daarmee kon ik de ruimte krijgen om met die man te zoeken naar queerness. Dus dat vond ik een hele belangrijke film. Ja, en was het ook fijn dat je het op dat moment keek met je ouders? Was heel fijn. In die tijd moest je nog uit de kast komen. Ik was niet uit de kast, dacht ik. meningen zijn erover verdeeld. Ik vond het fijn dat zij ook die informatie tot zich namen. Kennis maakten met die stereotypen, maar ook met de zoektocht daarnaartoe. En ik wil ook nog één film noemen, dat was de serie Dynasty. Dat was ook fantastisch. Je had Dallas eerst en toen Dynasty. Maar ik vond Dynasty, hadden ze meer spullen, meer bling-bling. Dus ik was meer van de Dynasty. En daar had je ook een hoofdpersonage, een heel belangrijk personage. Was de zoon van de heer des huizes, hè? De grote Marsfiguur in dit geval. Daar zag je ook dat je als homoseksueel geen boeler of mariku hoefde te zijn. Maar dat het ook gewoon anders kan. Niet dat het goed of fout is, hè, net wat Julian ook zegt. Maar dat je je weg daarin vindt, want wij zochten naar voorbeelden. Ja, en Colin, jij bent wel opgegroeid op Curaçao. Yes. Herken je dat? Want helemaal aan het begin van je presentatie zei je van... ergens is het een negatief stereotype, maar ik had soms ook positieve gevoelens bij. Herkende jij dat? Ik ben dus geboren en getogen op Curaçao inderdaad. Ook van twee Curaçaose ouders. Ik heb het een en ander ook via de televisie meegekregen. Alleen bij ons werd altijd heel subtiel, zodra er iets seksueels op tv kwam, van zender veranderd. laat staan, denk ik. Ik heb Spetters ken ik niet, maar laat staan, denk ik, een verkrachtingsscène. Dat zou bij ons in het huis totaal taboe zijn geweest. En voordat je het wist, stond die tv al uit, ja. Denk ik. De extremere versie.
types die ik me voornamelijk kan herinneren zijn types vanuit de Venezolaanse telenovela's die naar binnen kwamen. Ik weet niet of jullie je kunnen herinneren van Anonadado. Estoy muy anonadado. En hij was ook heel erg aanwezig. Ik denk ook voor de Latino-gemeenschap toen in Venezuela en omstreken. Maar wij zijn daar op Curaçao heel erg sterk door beïnvloed. En verder had ik op tv zeker geen positieve rolmodellen. Absoluut niet. Die waren er niet. En dan kreeg je dus inderdaad de comedia's. En nou, als comedia ging ik niet als jong jongetje. En als tiener ook niet. Daar had je eigenlijk ook helemaal niet zoveel te zoeken. Dat was iets toch voor de oudere mensen. En altijd is bij mij toch een bepaald gevoel geweest van over bepaalde dingen praat je niet en bepaalde handelingen verricht je ook niet. En je houdt je mond zeg maar daarvoor over. Dus al heb je iets opgevangen, al is die en die, hè, het M-woord of het Marieke-woord, dat herhaal je gewoon in het huis, herhaal je dat gewoon niet. Daar komt het op neer. Dus op dat moment heb je niet zelf, zeg maar, als publiek het personage van de Marieke ervaren? Nee, dat zeker niet. En op oudere leeftijd misschien wel weer wel. Maar wat het heel vaak toch bij mij heeft veroorzaakt, is toch dichtklappen. Mm-hmm. Ja, het is toch. Je bent zo. Je bent zo geconditioneerd om dat helemaal van je af te zetten. Dat op de momenten waarop ik er wel mee geconfronteerd werd, ik. Je beschermt je. Je klapt gewoon een soort van dicht. Als er zo'n personage tentonele toch verschijnt, of toch tentonele, zeg maar, op een bepaald moment komt. En zeker wat zeg maar, Curaçao uiteindelijk ook met deze figuur ook in de toneelstukken gedaan is. Omdat niemand meestal ook optreedt om te zeggen, maar dit is eigenlijk toch ook een klein beetje verkeerd of ook toch een klein beetje eenzijdig. We hebben toch meerdere of niemand durft ook iets terug te zeggen. Het is diverser dan dat. Mag ik hierop ingaan? Jazeker. Het is ook een beetje de makkelijkheid, hè? Van even snel personages neerzetten en komen tot een situatie waarin iets gebeurt. En het heet al comedia. En dan moet ik ontzettend denken, ook naar aanleiding van je presentatie, aan de Commedia dell'arte van Italië, waar je gewoon bepaalde archetypes hebt. Waar je heel snel allerlei scènes mee kan spelen. Hè? Een rijke man, een mooie vrouw. En dan heb je in feite ook Harlequino. Dat is de clown. Hè? En die komt heel erg in de buurt van die wildcard. Hè? Je kan er van alles van verwachten. Ik wil er nog heel even iets aanknopen. Want de Harlequino, hè, de wildcard, daar zit ook zit van alles in. En dat kan alle kanten opspringen. Het is niet voorspelbaar. En dat vind ik ook een kracht. Het is dus, het is ook een. Je kan het zien van ja, het is stereotyperend. En het bindt mensen juist. Mm-hmm. Maar het is ook een bepaalde vrijheid die je hebt. En die slaat ook over. Want wat is nou eigenlijk eerst? Is het leven eerst en dan het theater en de film? Of is het film wat werkelijkheid wordt? Dus dat vind ik ook nog wel een vraag. Ja, jij was aan het knikken. Nee, inderdaad. Ik wil heel veel dingen zeggen, maar over de clown inderdaad. Die personages zijn ook heel sterk. Hè? Dus zij zijn degene die zeggen, ik ga jou terugpakken met woorden en weet je, heel snel en snappy. Ook heel sterk. Dus in die zin herken ik wat jij zei. Als ze opkomen, een soort van schaamte van oh shit, iedereen heeft me door dat ik ook één ben. Hè? En vervolgens denk je, oh, weet je wel, ik kan dit ook gebruiken als ik gepest word op school. Weet je wel, kom maar. En dat vond ik inderdaad een heel sterk, die dualiteit vind ik ook heel mooi om te zien. Maar wat ik soms ook heel erg interessant vind, want ik weet bijna zeker een paar van die comedia's, echte queer mensen ook voor die rollen getypecast werden. Mm-hmm. Maar waardoor ik toch altijd het idee heb dat ze toch niet zichzelf willen zijn in de comedia. Als een queer person. En dus toch een bepaalde fierceness,
Maar daarna ook een bepaalde kwetsbaarheid. Zo van, maar eigenlijk stel ik ook niet zoveel voor. En jullie kunnen een beetje hier doen met... Hè? Er is altijd in die comedia's een soort mannelijke dominantie. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ook als je het vergelijkt met de vrouwenrollen, heb ik soms het idee. Sterke vrouwenrollen, maar uiteindelijk is het toch een man, zeg maar, die het laatste woord, heb ik het idee, in onze comedies moet hebben. En ook, hij wordt even toegelaten. En het is echt de bedoeling dat je ook om hem gaat lachen en uitlachen eigenlijk. En ik vind ook dat ze heel vaak ook figureren als een schaamtefiguur. Zo van, wie haalt het nou in zijn hoofd om Mariko te zijn eigenlijk? Kijk hem hier. Julian? Nee, ik zei Julian. Oh, er is ook een andere theatervoorstelling, Destine de Ghetto. Wie heeft dat gezien? Destine de Ghetto? Nee? Oh, ik heb echt het theater gezien. Eén persoon knikt. Ja, wie? Top? Ik heb het ooit gezien, maar ik ken het. Oh, oké. Okay. Ja, als theatergeschiedenis van Curaçao is het een van de belangrijke theaterstukken. Omdat op een gegeven moment... werd het hele stadion gevuld met die hele theatervoorstelling. Zodat je al die auto's kwamen binnen en alles. Maar het grappige is, met die theatervoorstelling was het voor het eerst... Ik was toen 13, 14, dat ik voor het eerst een transvrouw zag. En tegelijkertijd wat je zegt, was die transvrouw op het eind. Of mishandeld, er was iets gebeurd. Dus het is altijd inderdaad weer van, ja, heel sterk... Maar tegelijkertijd is het toch heel erg patriarchaal, toch heel erg man. Dus dat, wil, ja, dat zie je inderdaad terug, hoe het wordt gespeeld. Colin, jij werkte achter de schermen bij Marival? Ooit, ja. Ja. Hoe ging dat toen met dat transtuk? Het grappige was, het was op de avond zelf dat ik een soort als vrijwilliger daar optrad. Mm-hmm. Ik keek mijn ogen uit. Ik wist niet wat ik zag. Ik was denk ik een jaar of 21, ook net in Nederland gearriveerd. En ik weet dat ik helemaal uit Groningen toen echt gereisd heb om gewoon erbij te zijn. Ook een beetje, ik was ook in de kast toen. Maar het was wel iets, het was niet toevallig dat je naar dat toneel ging? Nee. Ik wist gewoon dat het er was. En het was één grote hype ook, Marival. Iedereen wist ervan, iedereen hoorde ervan. En op de een of andere manier wilde ik gewoon daarbij zijn. Ik weet ook nog dat ik naar binnen kwam, dat ik een paar van hun ook geïnterviewd had. Volgens mij had ik toen in die tijd in Groningen ook een soort krantje wat ik bijhield. En daarin had ik ook een artikel geschreven over het stuk, of over hoe belangrijk ik het vond dat, zeg maar, hè, dat er over dat ook gesproken werd. En het was een hele bewuste keuze om daar te zijn. En toen heb ik ook voor het eerst Felix de Rooij ook ontmoet, natuurlijk. En de spelers. En ik kan me herinneren dat ze heel erg luidruchtig waren. En we zaten midden in Hoogvliet, wat niet de minste buurt was toen in die periode, om toch zoiets, zo'n stuk. En er was best wel ook veel nervositeit over... De enige persoon die niet nerveus was, die zoiets zo van... Laat er maar gebeuren wat er moet gebeuren, was Felix. En de rest was doodsbang, eigenlijk ook. De spelers waren ook bang. Over represailles. Misschien komen Antillianen naar binnen die ons hier iets gaan doen. En bla 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 bla. Hoe werd er gesproken dan over het stuk? Achteraf? Nee, vooraf? Niet door iedereen net zo. Niet door iedereen net zo positief, natuurlijk. Hè? Het was echt ook letterlijk gewoon een comedia di Mariko. Of un coi Mariko. Dat was nog denigrerender. Maar dan een soort van, wel een toe-eigening daarvan. Wat zeg je? Wel een toe-eigening daarvan, zeg maar. Van de queer mensen zelf? Ja. Op die dag, op dat moment, kan ik me dat niet zo herinneren. De zaal was net zo vol als vandaag ook. Er was best wel wat publiek opgekomen. Geen rare dingen gebeurd. En weet je, Curaçao is heel duaal, hè? Je zult altijd mensen zeggen, zo van, nou, het zijn ook mensen, geef ze een kans. Over het algemeen zijn het toch ook alleen maar vrouwen die naar zo'n stuk toch ook komen kijken. En dus de reacties waren heel verschillend. Maar ook super negatieve reacties natuurlijk. Maar er speelt nog iets anders mee, hè? Dat is natuurlijk ook de blackness, hè? Van de zwarte culturen. Het machismo wat je erin hebt, hè? Dat herken ik uit de Afro-Surinaamse keuken, als ik het zo mag zeggen. En gelukkig speelde de kerk geen rol bij mijn vader. Want ook dat is dan een hele structuur, een hele sociale structuur... die ondersteboven en opgerakeld wordt.
En het gevaar is, hè, van die acteurs en van iedereen die daarmee aan meedoet, en zoals wij hier zitten, dat jij niet alleen met de nek wordt aangekeken, maar je hele familie. He, dus het is niet. Dat is, met witte Nederlanders is dat net even iets anders. Want dan ben je eigenlijk de enige die zichzelf riskeert. Maar in die Afro-communities riskeer je de hele, je hele clan bijna. Mag ik iets vragen aan Colin? Ja. Je zei net heel, heel kort hoe voel je eigenlijk tijdens en na de voorstelling? Toen in die tijd? Ja. En nu misschien is het iets. Wauw, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Nou, weet je, ik voelde me eigenlijk ook heel trots. Echt waar. Ik voelde me ook heel trots. Ik wilde ze beschermen ook. Ik word bijna emotioneel nu. En ik wilde ze ook beschermen. Ik vond het zo geweldig dat ze daar stonden. Aan de ene kant kon ik in die periode niet helemaal zijn wie ik wilde zijn. Maar ik had wel zoiets van, kijk, ze hier staan. Maar, en ze staan daar, ze doen het. Op hun hieltje. Maar ze staan daar gewoon. En het was ook mijn bedoeling om ze te... niemand gaat ze iets aandoen. Ja. Ja. En dus zonder het zo te zeggen, waren zij op dat moment ook mijn mensen. Dus wilden ze hun iets doen, dan moest je eerst door mij heen gaan. Ja, ja. Ik ga niet te veel interviewen. Ga ervoor. Het is iets heel moois wat je zegt namelijk. Want ik weet niet of dat zo is hoor, maar een ander beschermen doe je sneller dan jezelf. Dus dat vind ik zo mooi wat ik hierin herken. Ja. He, want eigenlijk, weet je, door... En, ja, ik ben anders, ja. Ik hoor er niet bij. Ik kon mijn zus ontzettend goed verdedigen. Ja. Maar mezelf vond ik dan niet zo belangrijk. En dat vind ik ook hier eigenlijk... En niet alleen dat, als dat allemaal afgelopen is... dan zat ik ook weer als 21-jarige jongen alleen weer in die trein terug. Ook, hè? Dus... Nou, ik heb hier twee hele goede vrienden uit die tijd ook. Die zijn vandaag ook hier, ook Groningers van toen. Dus het waren heftig. Als ik nu terugkijk, ik ben nu 52, ik was toen 21. Is het best wel, een leven, om het zo te zeggen. Hoe is dat eigenlijk? Want voor zeg maar vandaag heb je ook weer gekeken naar die beelden van het toneelstuk of de documentaire die er gemaakt is. Is het echt een andere tijd als het gaat om de representatie in theater? Jullie mogen eerst antwoord geven. Het is lastig, omdat ik vind Felix Rooij zo revolutionair, ver voor zijn tijd vooruit, dat je heel weinig voorbeelden nu kan noemen die nog doen wat hij toen deed. Dus bijvoorbeeld van... Ik vind jouw stuk van Kompas bijvoorbeeld raakt een beetje eraan. Hè? Het gaat over identiteit en uit de kast komen en seksualiteit. Dat is die ma. Het is ook een heel intieme voorstelling wat gaat over van hoe ga je dan... Je mag het zelf vertellen, maar... Ja. Maar het gaat misschien ook over... is het juist wel fijn. Ja. Maar als je het terugziet, is het natuurlijk wel een andere tijdperk, de jaren 90. Maar ik vind het zo... Het is een tijd vooruit, dat het nog steeds heel mooi kan zijn. Ik hoop nog een keer dat te zien, dat mensen dat de script gebruiken om een soort van reading of een stuk te spelen. Maar nog even wachten. Dezelfde vraag aan mij. Ja, dan ben ik alweer die vraag vergeten. Hoe denk je dat ik... Oh, ja, nou, zeg maar. Ik wou nog iets anders zeggen over de tijd van nu. Ja. Hè, want dat zat ook in je vraag. Ik vind die tijd van nu vind ik zo spannend die we nu meemaken. Eigenlijk, hè, net zoals jij daar uit Groningen kwam... en allerlei dingen zag die je niet voor mogelijk hield. Ik hield niet voor mogelijk dat we in deze tijd zouden leven... waar gender ter discussie werd gesteld... alles wordt ter discussie gesteld. En wat ik ook anders vind, het is ook bijna iedereen is een activist te noemen nu. En ook hoe dat gepaard gaat met de Black Lives Matter beweging.
En dat daar nu wel plek is voor queerness. Dat is zo een ander iets dan in de jaren 60, 70. Dus jij vindt het een positieve ontwikkeling? Ik vind het een hele positieve ontwikkeling. En ik vind het ook een holistische aanpak die toeleidt naar healing. Dat is wat ik voel. Voel je dat ook zo? Ik was meer over de vraag aan het nadenken, ja, eigenlijk. Maar ik ga toch mijn antwoord. Het is een hele andere tijd waar we inderdaad in zitten. Met hele andere emoties die spelen onder mensen. Ik voel nog steeds dat er een tendens is, mm-hmm, in de Antilliaanse comedia. Mm-hmm. In de comedia van Curaçao tenminste. Om nog steeds, en zelfs versterkt nog steeds, die Mariko. Op een negatieve manier tentoonstelling. Er was niet korter dan een maand geleden al een heel toneelstuk, een hele comedia daaraan toegewijd. Als je alleen maar naar de poster al kijkt, hoe ze daarop gekleed gaan. En dat is meer naar aanleiding van een transseksuele vrouw die laatst onder de Antillianen ook best wel veel aandacht heeft gekregen. Nog veel, noem je dat, spot. Nog steeds heel veel aanval. Grapjes en sketches die gemaakt worden door de reguliere Antilliaanse cabaretiers. Diegenen die op Curaçao wonen, hè? Niet degenen die in Nederland wonen. Ik ben zelfs laatst gecast voor een comedia waarin ik zo'n rol moest spelen. Mm-hmm. En toen heb ik het expres aangenomen om binnen te gaan en die rol om te draaien. En is dat gelukt? Nee, want toen kregen we... Nee. Want we kregen zodanig ruzie dat ik zelfs uit de groep verwijderd ben. En de comedie is nu verplaatst naar januari. Maar ik heb nog steeds goed contact met de regisseur. En ik probeer ze toch op een bepaalde manier bewust te maken. Want ergens intrigeert die rol hun ook heel erg. Maar ze willen het niet een soort van... niemand wil het iedereen wil het ermee etaleren... Maar niemand wil de verantwoordelijkheid nemen. En als wij dat zelf proberen te doen in het stuk... dan wordt dat ons ook een soort van afgenomen weer. En in dit geval ook weer door de mannelijke figuur. Dus het werd een kampvechtsituatie in de groep. En dat is niet goed gekomen. Maar ik vond dat ik ze wel even een lesje moest leren. In de zin van, hey, hallo. En ik vind ook... Ja. Iedereen is een activist, hè? En in de comedy, want ik ben ook stand-up comedian... maak je ook best wel ook homofobie mee. Door, en ik kan niet meer stilzitten in een zaal... waar iets heel homofobisch gezegd wordt en daar niks van zeggen. Wat is de laatste keer dat je niet stil bent geweest in zo'n zaal? Sorry? Wat is zo'n moment, ja? 2 maanden geleden. Het heeft niks met de Bijlmer te maken... maar toevallig was het daar gesitueerd. En toen was ik klaar met mijn act. En toen kwam er een andere jongen... en die ging daar gewoon grapjes over maken over... het is net alsof als je een stukje kip pakt... maar je dacht dat het een stukje worst was en dan zeg je gatver. En daar bedoelde hij gewoon queer mensen mee. En ik dacht, nee, dit kan echt niet. Dus toen heb ik ook gewoon opgetreden. En hem ook zeker aan het einde even erop... Maar jij was na hem aan de beurt. Nee, ik was voor hem ook nog. Het maakte het nog erger. Dus dan vind ik bijna dat je mij ook persoonlijk aanvalt op zo'n moment. Ja. En gelukkig viel het op die dag ook heel slecht in dat publiek. Dus dat publiek kon het ook niet appreciëren als... dat geeft me ook tenminste een beetje hoop. Ja. Ja. En wat heb je daarna? Heb je hem aangesproken? Oh, zeker. Zeker. Hoe reageerde hij daarop? een beetje ontwijken. Ja. En hoe gebruik je eigenlijk zelf de humor, zeg maar, in jouw theaterstuk? Stuk of comedie? Nou, door op een podium eerlijk te zijn. Door het echte verhaal te vertellen. Zelfspot doe ik meer met situaties, maar niet met gedragingen, bijvoorbeeld. Dat probeer ik dan natuurlijk niet te doen. Je wilt ook niet het beeld je wilt niet een eenzijdige hoek, zeg maar, weer ingaan, natuurlijk. Je kijkt mij aan. You look at me. Nee, oké, maar ik moest toch denken aan waar we het net over hadden, maar mag dat? Dat mocht niet, hè? Welke? Waar precies? Ik weet het ook niet meer, hoor. Nee? Over de je eigen performance. Oh ja. Ja. Oh, ja. Nee, daar gaan we het even verder niet over hebben. Nee. Waar ik wel... Oké, mag niet? Ik vind het niet nodig. Nee. Oké, want ik vind het wel een vorm van humor. Ja? En... Er is straks een vraag ook, hè? Ik wil nog iets zeggen, kort. Ja.
Want het lijkt soms dat alleen bij een cabaret en dat soort dingen, dit soort dingen wordt gezegd, homofobische uitspraken. Maar ik vertelde ook bijvoorbeeld, vorige week was er een collega van mij die genderseksualiteit onderzoekt. Mm-hmm. Die schreeuwde naast mij, non-binariteit, dat is bullshit. En ik kijk van, wat zeg je nou? En het ergste is niet dat hij dat zei. Dat is natuurlijk is het erg, maar dat niemand, van 11 mensen, niemand zei er wat. En het is je collega. Het is een collega, dus ik ben nieuw daar. Dus ik zit te kijken van, hè, wanneer gaan we iets zeggen? En niemand zegt wat. Wat zei jij toen? Ik zei toen van, hè? En hij bleef gewoon doorpraten en iedereen liet hem doorpraten. Vagari ging door alsof niks aan de hand was. Uiteindelijk heb ik een mail gestuurd. Maar ik had gezegd, hè? En toen zei iemand van, ja, nee, dat kan je niet zeggen. Dit is die debathygiëne. Debathygiëne? Wat goed is, omdat je dan eigenlijk gaat over de formele aspect van hoe gaan we met elkaar om. Mm-hmm. Maar inhoudelijk en ethisch hadden we er niet echt over, snap je? Maar dus dan wil ik hem even een voorbeeld geven van hoe het ook binnen de UvA gaat. Ja, ik heb eventjes één van jullie microfoons nodig. Ja, alleen dan horen de mensen thuis het niet. Hoi, goedenavond. Het blijft me toch even hangen. Bart had het net, hij noemde het in één adem, activisme, Black Lives Matter en queerness. En dat is niet één pot nat, hè. Eigenlijk wat je net zegt, jouw collega die dan opkomt voor rechten en ook in die stuurrichting, maar zegt dat non-binair bullshit is. Is het ook niet zo dat er binnen de activistische groeperingen altijd ruimte is voor alle vormen van zijn? Dus Black Lives Matter staat niet gelijk aan queerness. En daar, dat is een even andere discussie. Maar ik dacht, ik wil hem toch even rechttrekken. Want het is niet één op één met elkaar te vertrouwen. Ook binnen de LHBTQ, binnen de Black Lives Matter community, is er op sommige punten weinig ruimte voor queerness. En dat wilde ik wel even noemen. En het is weer een andere discussie, maar ik dacht wel van, dit kan je niet in één adem noemen. Ja, mag ik daar even op reageren? Jazeker. Ik noemde dat in één adem, omdat dat voor Black Lives Matter nooit is voorgekomen. Bij mij, gewoon persoonlijke ervaring. En ik werk nu ook voor de Black Archives. En daar wordt mijn queerness ook omarmd. Dus eigenlijk is het gewoon een hele kleine observatie vanuit mezelf. Maar dat klopt. Hè? Want dat is het uitgangspunt eigenlijk. Maar vroeger was dat helemaal dicht en verkrampt. En nu voel ik openingen en vind ik het ook heel mooi dat, dat onze queerness gevierd wordt op plekken. Nou, 10 jaar geleden had ik dat nooit durven dromen. Dus dat is eigenlijk waar ik aan refereer. Maar dank je wel. Vroeger stonden we dan met z'n tienen dan op het Museumplein. In dezelfde zaal, dezelfde discussies. En nu zijn we inderdaad allemaal activisten, want we hebben social media. Maar we hebben ook met z'n allen gestaan dat echt niemand kan opdagen. Dus ik snap wat je bedoelt. Ja. En we vinden steeds meer safe spaces voor elkaar en met elkaar. Maar de discussie en de strijd is nog niet afgelopen, helaas. Maar ik wil ook op reageren. Ik ben met je eens, met jullie eens. Maar ik wil eigenlijk iets anders refereren, als het kan, als het mag. Er is zeg maar bijvoorbeeld vanochtend of van gisteren een opmerking geplaatst onder de post van de Black Achievement Month. En het is een, hopelijk staat die er nog, maar het was een hele pijnlijke opmerking. Dat ga ik niet herhalen. Maar toen dacht ik, oh ja, shit, in mijn presentatie spendeer ik niet heel veel tijd aan het feit dat het soms heel lastig is voor queer mensen in de zwarte gemeenschap, laat staan in de zwarte activistische beweging, te bestaan. En ik heb toch gekozen om het niet te doen, omdat, en dat probeer ik in mijn werk niet heel veel aandacht aan te besteden, is dat je bent zoveel tijd kwijt aan mensen zeg maar naar jou toe te trekken die niet willen luisteren. Waardoor je eigenlijk de mensen waarom het gaat eigenlijk uit het oog verliest. Dus ik ben het met je eens, zeker. En ik zat over na te denken of ik het wil bespreken. Toen dacht ik, nee. Ja. Dat we moeten zeggen. Nee. Ik heb een vraagje.
En de vraag gaat even van dit onderwerp af. En het gaat terug naar het proefschrift en jouw opmerking, Bart. Zei je nou dat, kun je het even herhalen, iets met het echte leven en het toneel? Wat zei je precies? Ja. Of de vraag was, halen wij die voorbeelden uit de film of haalt de film die voorbeelden uit het leven? Oké, daar wil ik op reageren. En dan komt de vraag naar, is Fixandor? Wie is Sandor? Is hij in jouw boek? Hele goede vraag. Nee. En ik kan ook vertellen waarom niet. Ja, weet je wat, voor mij, geen enkele film heeft de opening gemaakt. Voor mij was het Fixandor. Want op die manier werd in ons gezin over homoseksualiteit gesproken, doordat het Fixandor er was. En hij was zo openlijk in de straat aanwezig, dat niemand hem kon ontkennen. En wat hij deed op dat moment in de samenleving was dwingen. De samenleving dwingen, ik ben er, homoseksualiteit is er. En dat vond ik dus eigenlijk voor mij, als je naar Fie kijkt en al die andere figuren eromheen, zie ik heel veel dat wat in de toneelstukken komt, is eigenlijk het leven voornamelijk bij de volksmensen die op dat moment op het toneel getoond wordt. En dat vind ik zo spannend eraan, want er wordt continu mee gespeeld. En natuurlijk zijn er lachzalpels en et cetera. En ik ben het ermee eens dat we van verschillende kanten kunnen kijken. Maar ik weet wel dat Fiek voor mij het gevoel gaf dat het er was. En iets anders was ook. Ik kon ook zeggen, ik ben niet als Fiek. Dus toen mijn homoseksualiteit naar voren kwam, was iedereen bang dat ik heel verwijfd zou zijn. Maar het gaf mij ook de mogelijkheid om te zeggen, nee, maar ik ben niet zoals Fiek. En dan werd het rustig. Maar is het ook niet ingewikkeld dat je dan je wel moet afzetten tegen dat? Nee, het was niet ingewikkeld. Dat was op dat moment toen echt een ruimte. Want ik kon op dat moment gewoon Glenn zijn, die zogenaamd mannelijk was. En Fiek was dus, had de opening voor ons gemaakt. En dat vond ik dus. Dus ik zie dat het leven in de volksmensen, dat zie ik op het toneel terug. Want ook toen ik dus op Curaçao werkte en we dus inderdaad die Mariko hebben die op straat en in de grog, weet dat, 's avonds als je op straat gaat, in Otrabanda, dan zie je al die homo's tevoorschijn komen. En dan zie je ook al die mannen tevoorschijn komen. En dat was heel mooi. En die jongens hadden ontzettend veel lol met die mannen, maar overdag vonden die jongens zo erg, dat overdag diezelfde mannen die iets met hun deden, dat ze de volgende dag niet herkend mochten worden. Dus als je langsliep, dat was vernederend. Want je bent overdag, 's avonds, ben je de queen voor die jongens, voor al die mannen. Maar overdag word je vernederd omdat je die groet wordt. Maar die zaken zag ik dus 's avonds gebeuren. Dat vond ik dus, wil ik eventjes eraan toevoegen. Mooi, ja. Bart, even tussendoor van... Ja, reageer Julian, ja. Hey, heel goede opmerking van Fixandor. Ik heb te weinig over hem om iets over toe te voegen. Ik wil wel, zeg maar, in mijn... Want dit wordt een boek, academisch boek. Daar wil ik hem wel inzetten. Het verandert van queer sovereignties naar Mariko sovereignties, by the way. Maar de reden waarom ik hem ook niet wil gebruiken, omdat ik heel veel, zeg maar, niet zijn eigen stem had. En nu in dit boek is dan het eerste gedeelte gaat meer over koloniale verleden. Dus hoe mensen schreven over minderheden, seksuele minderheden. En het tweede gedeelte gaat meer over van hoe LGBT-personen zelf dat schreven. Dus daar moest ik die keuze maken. Maar Fixandor komt zeker in het boek terug. Nee, sorry. Fixandor is voor mij eigenlijk een beroemdheid, net zoals Quentin Crisp dat is in Engeland. Weet je, hebt Quentin Crisp en er is een film over gemaakt. En het was heel emanciperend voor ons allemaal om Quentin Crisp te zien. En toen zat ik die film te kijken en ik dacht toen, ik had mijn Fiek. Ja, Bart, wat ik aan jou wilde vragen, van wat voor rol had het uitgaansleven hier in Amsterdam als het gaat om emancipatie? Emancipatie? Er waren gewoon weinig plekken in Amsterdam. Wat je had was de... Waar moet ik beginnen? Het DOK, de kelder, was minder wit, want daar begint het mee. Hè? Je zoekt naar minder wit, want in de gay scene, de witte gay scene, wordt toch
ontzettend gediscrimineerd. Heb ik ondervonden, eigenlijk achteraf pas. Ja, als je erin zit, valt het allemaal mee. Maar achteraf denk ik van, goh, er werd eigenlijk toch wel om ons heen gelopen. Maar ja, je had natuurlijk ook Havana. Dat werd echt een hub, weet je wel. Havana met Nicki Nicole. Ik noem het ook de House of Nicki Nicole. Hè, die je kan vergelijken met de ballroom cultuur in New York. Hè, in de jaren 70 en 80. En daar zijn dus ook allerlei figuren. Hè, zoals Dina Bons. Sonny. Kentucky Marta, nu Foxy, dat zijn allemaal mensen die het transgenderpad op zijn gegaan. Maar die konden zich ontwikkelen in die zwarte cultuur die in Havana gekoesterd werd. En de muziek was natuurlijk belangrijk. Hè? Als je niet met die muziek begint, dan komt het niet goed. En dan had je ook natuurlijk Strange Fruit en Bar Reality. En bij Reality kwam eigenlijk het hele Caribisch gebied samen. En dat was op geen enkele andere plek in de stad. En was er dan ook een verschil tussen dag en nacht, zoals Glenn, waar Glenn het over had? Was dat er niet? Ja, maar dat vind ik een heel persoonlijke vraag. Natuurlijk was er een dag en een nacht. En een goede dag en een goede nacht. Nee, maar dat ligt wel anders. Het ligt wel anders. De dagen leken meer op de nachten dan op Curaçao. Okay. Heb ik het zo goed gezegd? Goedenavond. Ik had een vraagje voor Colin. Je zei net, je was op een gegeven moment gecast voor een rol. En die wou je toen heel graag aannemen. Om hem ook eigenlijk van binnenuit een beetje te veranderen. Ja. Volgens mij. En toen zei je op het laatst van... Iedereen wil ermee etaleren, maar niemand wil ze verantwoordelijkheid nemen. Ja. En die werd heel goed ontvangen. En toen dacht ik, laat ik eerlijk zijn, ik snapte hem niet helemaal. Dus ik wilde eigenlijk vragen, wat bedoelde je met etaleren? En wat bedoelde je met verantwoordelijkheid nemen? Ja. Hou me het even ten goede. Maar ik heb toch het idee, zeg maar, met etaleren bedoel ik... ik kon aan het script zien... dat de regisseur in dit geval heel erg die rol, zeg maar, van die gay personage wilde gebruiken. Om, dit was de grappige sidekick, zeg maar, in het stuk. Ja? Alle andere personages waren eigenlijk redelijk vlak, maar voor hun was meer respect. En dit was de personage, zoals we op Curaçao zouden zeggen, die de pantomime moest komen doen. Dus hij steekt zijn nek boven het maaiveld uit en hak dat er ook maar af. Maar uiteindelijk wil hij dan... omdat hij weet dat zeg maar, ook zeg maar, door het publiek... door het Antilliaanse publiek zeg maar, als positief ontvangen gaan worden... Het is net als een vroegere Romeinse arena... waarin je zeg maar, die mensen ook voor de leeuwen gooit. Iedereen vindt het erg, maar iedereen vindt het ook geweldig eigenlijk wat er gebeurt. Oh, weet je? Dat zo'n, eigenlijk bijna zo'n horror. Ik weet niet wat dat geluid is. Ja, dat is zo'n ja, precies. Vervelende eigenlijk, snelle fiets. En dat bedoel ik dus... Dus eigenlijk over de rug van die gay-personage, zeg maar... je winst en je populariteit van je stuk op dat moment binnenhalen. En verder is er totaal geen respect eigenlijk voor... niet de personage, maar ook niet de... Ja, de personage al helemaal niet. Maar wat is er dan dat juist de hetero mannen dat willen spelen? Is dan eigenlijk een soort, hetzelfde soort Zwarte Piet? Daar heb ik ook een beetje af en toe mijn gedachten over... Ja, wat Colin ook zegt, het is aan de ene kant een heel belangrijke rol voor de dynamiek van het stuk. Heel vaak wordt het afgezet tegen een macho man, hè? Maar je moet ook bijvoorbeeld denken, bij Oscarfilms bijvoorbeeld, is het juist heel erg interessant als van die heteroseksuele cis-mannen een homo of een transrol spelen. Dan kunnen ze meteen een Oscar. Zo knap. Omdat het, ja, maar dat is ook. Maar dat is eigenlijk iets. Er gebeurt iets heel interessants. Want dat betekent dat ze zeggen: kijk, wat jij hebt gedaan. Van zo'n vieze, akelige rol aannemen. Oh, zo goed gedaan. En dat is eigenlijk het pijnlijke van die rol. En ik denk dat het. Ja, dat heeft ook aan van: oh ja, zo goed gespeeld. Weet je wel? En ik denk dat het ook misschien. Denk ik, dat is niet de niet-academische die dat dit zegt.
een soort van een bepaalde behoefte. Een bepaalde, weet je, ze kunnen dat iets uitleven. Mm. Denk ik. Ja, maar ze hebben allemaal hun venus ook. Snap je? Ze hebben allemaal hun venuscomponent, hun marscomponent. Ja, net zoals eigenlijk ja, in de Afro-Surinaamse Winti heb je ja, je ziel bestaat ook uit die twee kernen, hè, venus en mars. Ja, en al vroeg ontdekte ik, nou, mijn venus is sterker. Laat ik die maar gebruiken, want er zit echt gewoon power in. Maar ja, ik walg hiervan, van dat soort Oscarfeestjes. Ik wou even aanvullen op uitgaan in Amsterdam. Ik ben wat ouder dan jij. Yes. Dus dan weet ik iets meer. En naast de DLK had je de Viking. Ja, dat... En DLK en Viking, daar gingen de Afro-diaspora die wel uit waren. Maar dat gingen niet de Afro-diaspora die nog in de kast zaten. Die gingen naar Ons Kent Ons feesten. Dat waren feesten die georganiseerd werden thuis. Nelson de Brood zat er ook in het Ons Kent Ons circuit. En hij representeerde dan weer de Antilliaanse tak. En de Surinaamse tak werd dan samengevoegd. En dan gingen die feesten van Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. En via de onderstroom werd je uitgenodigd. En was het dan ook belangrijk dat het dan een gemeenschap was die dan dus echt zo'n gemeenschap was waarbij er dan zowel zeg maar Antilliaans als homoseksueel dat het dan samen ging, zeg maar? Vroeger had je niet zoveel die strijd tussen Antilliaans of Surinaams in de gay scene. En we noemden onszelf niet eens gay. We waren mannen die van mannen hielden. En daartussenin had je vele variaties. Wat later gebeurde, zeker na de AIDS-epidemie, is dat al deze netwerken wegvielen. En toen kwam er een soort niemandsland. En dat maakte het voor de mannen die seks hebben met mannen, of mannen die met mannen of van mannen houden, werd het ingewikkeld. Want ze wisten niet waar ze terecht konden. Ja. Dat wou ik even aanvullen. Ja, dat is heel mooi. De Viking was al dicht toen ik begon met mijn carrière. Met je exploratie. Maar daarachter is iemand al heel lang aan het knikken. Dan komt hij naar voren. Ja, daar goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben Steven Gibbs, alias de Dutch Tina Turner. Yeah. Presenting, spreken over Havana en al die jaren. Ik ben ooit begonnen in de IT, Roxy, Matzo Matzo. En nou ja, straks wil ik ook straks met mijn goede vriend Colin Edson de theater in. Dus... coming soon. Maar Rico was vaak bij ons niet alleen beledigend, maar hoe nam jij het? Ging je er tegenin of had je zoiets van, oh, nee. En ik vanaf jongs af aan had ik zoiets van, hey, what's your problem? En van mijn huis thuis ook was altijd van, je bent en je mag zijn wie je bent. En ook op straat. Maar ook het diversiteit, wat jij zegt, overdag, niemand zag je, gebeurt er toen ook hier in het Nederlands. Want sommige mensen wouden gewoon niet zien. Oh ja, we waren bezig gisteravond, maar oh ja, ik ken hem niet. Oh ja, loop maar door. Makkelijk. Hè? Als met andere mensen door. Maar het is kleur bekennen. En ik ben trots op wie ik ben. En dank je wel. Marlon Reina, die zit in Curaçao. Die heeft een vraag ingesproken op een WhatsApp. Dus dan... Julian noemde heel belangrijk in het stuk van Vader Volk, de personage Bonsje. Dat is een gay jongen die een gay speelde. En ik zou daar dieper in op willen gaan, want in 2007 had ik ook een interview met een theatermaker die een homoseksuele clown neerzetten. En hij zei tegen mij van ja, maar die, de acteur die ook gay is helemaal eens met dat stuk.
Dus we moeten niet te snel oordelen over het feit dat ze wel of niet zichzelf zijn in die stuk. Dus wij zouden ook een gesprek aan moeten gaan met die gay acteurs, uit Curaçao in het geval, die omdat ze zijn gesocialiseerd in dezelfde normen en waarden als die homofobische hetero's, ook daarin zitten. Dus dat is een dynamiek waar we het ook over moeten hebben. Dus die gay acteur die ervoor kiest om die rol te spelen, en zelf vindt dat hij juist daarmee juist zichzelf is. Ja, hoe gaan we daarmee om? Ja. Ja. Ja, dus bijvoorbeeld Bonsje was al het laatste filmpje. Dat, ja. Ik heb begrepen wat Marlon Reina zei, dat er ook mensen die gay zijn, ook die rollen spelen. En hoe kunnen we dan die rollen dan interpreteren? Want zij nemen eigenlijk ook die normen en waarden aan van die homofobische, heteroseksuele mensen. En ik denk dat het... het is een heel ingewikkelde vraag. Maar ik zou zeggen dat bijvoorbeeld ik kan zwart zijn, maar nog steeds bepaalde dingen in me hebben of doen die racistisch zijn, bijvoorbeeld. Hè, geïnternaliseerde racisme. En tegelijkertijd, zoals Colin bijvoorbeeld zei, hè, hij zei van... Ik heb ook me aangemeld voor zo'n stuk om te kijken hoe ik dat kan aanpassen. Dus misschien, ik ga nu een beetje fantaseren, misschien was het stuk nog erger, snap ik bedoel? En dat die persoon door zijn medewerking aan het stuk heeft veranderd. Dat moeten we gewoon aan Bonsje vragen. Sterker nog, ik heb de regisseur ook uitgenodigd om vandaag via de livestream te kijken. Omdat ze heel vaak dingen doen, maar niet de andere kant willen zien. Ik wilde ook laten zien, kijk, er is hier ook wij hebben ook onze gedachten hierover. En er worden degelijk ook dingen georganiseerd hierover. Dus neem dat ook mee in jouw gebeuren. Daar voelde ik me heel erg activistisch. Ook. Ik ging daar als een activist in principe in. Ik beschouw me geen activist. Maar ik dacht zo van, nou, deze script gaat echt niet zo blijven. We moeten er ook samen uitkomen. Het is een heel goed punt wat Marlon brengt, vind ik. Dus inderdaad, wat doen we dus met die groep zeg maar, die rollen wel aanneemt en die ook queer of die ook gay is? En ik wilde ook nog één andere persoonlijke vriend van mij noemen. Hij heet Vikien Petrona. Hij heeft ook vaker zeg maar, gay rollen op Curaçao gespeeld. En daarna komt hij altijd heel trots naar me toe om tegen me te zeggen... Ja, maar zag je dus dat ik het niet zo gay speelde als ze het geschreven hadden? Dus dat was ook zijn stiekeme manier om... hij had echt van die gay rollen die hij kreeg, ook een geweldige acteur... Maar hij liet het ook een soort van niet gebeuren. Maar het is net alsof we op het eiland ook niet hard tegen een regisseur... of tegen die gevestigde orde durven op te treden. Ik denk behalve misschien als je John Leerdam heet. Waar ze wel naar luisteren, denk ik dan. Hè? Iemand die ook meerdere stukken heeft gemaakt en die dan stellig zegt... nee. Dit is het en niet anders. Uh-huh. Ik weet het niet. Maar de rest lijkt nog een klein beetje, ja, en beetje laatste, bang. Laatste wat ik ook wil zeggen, is dat het... Sorry, maar ik ga toch even naar je toe komen. Ja. Want anders dan kan hij ook niet horen wat vanuit Curaçao. Hoi Marlon. Wat ik begreep uit de vraag van Marlon is niet zozeer de rol tot je nemen en het je eigen maken en het veranderen. Maar wat als een acteur trots is op de rol die hij speelt vanuit zijn queerness? Want dat is ook een werkelijkheid. Hè? Dat je een rol krijgt toebedeeld en dat je die met alle trots speelt zoals de regisseur het bedoeld heeft. Dus niet van, oh, ik neem de rol aan en ik verander hem. Nee, ik neem de rol aan en ik ben er trots op. Want die mensen zijn er dus ook. En ik denk dat Marlon daar aandacht voor vraagt. Dus niet zeggen van, oh, je doet het om het te veranderen. Maar je doet het omdat je trots bent. Ja, mijn antwoord verandert niet per se heel erg. Maar wat ik wel wil zeggen is dat voor mij is het niet per se een aanval op die individu, zeg maar. De individuele mensen. Maar eigenlijk dat ik zeg van, ik zie een patroon. Ik zie een structureel probleem. En die wil ik eigenlijk bespreken door middel van al die voorbeelden. En je kan nog steeds, nou, weer een ander voorbeeld naar mij. Je kan nog steeds, zeg maar, trots zijn en als zwarte persoon en nog steeds heel racistische dingen doen. En heel trots op zijn. Maar dat verandert niet per se hoe je dat kan zien op structurele basis. Dus ik vind het een beetje lastig om
te zeggen, nou, je bent er trots op en daardoor moet ik jou anders zien. Dus ik zie het eigenlijk gewoon op een meer op met afstand en ik zie een patroon. Maar gaat het ook niet om het palet wat er is en dat er dus dan niet een divers genoeg palet is en steeds hetzelfde ook? Soort type tattoo? Ook, ja. Wilde je nog iets zeggen of niet meer? Wacht eventjes, ik ga eerst dan eventjes kijken naar de zaal van wie is echt aan het wiebelen? Oké, dan gaan we alleen nog eventjes jullie doen en dan gaan we afronden. Het gaat nog even over de psychologie van die nacht, die mannen op straat en het volk. Want als ik met Antilliaanse mannen ben, binnen 5 minuten gaan ze me laten horen dat ze mannen zijn. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dus binnen 5 minuten. En een van de dingen die we zien dat in die toneelstukken ook gebeuren, is dat die hetero daar staat om te laten zien, wij zijn mannen. Want in de nacht zien we namelijk dat die mannen die man zijn, wanneer die homo Mariko denkt, ik word nu gepakt, dan draait die macho man zich om en die wil dan gepakt worden. Dus dat het moment dat je dus... Er is... Waarom lach je? Omdat het waar is? Oh. Dus je moet altijd, altijd, of het nou persoonlijk is of in het toneel, in die Curaçaose mannelijkheid zit altijd, ik ben het niet. En dat zien we ook terugkomen in dat toneelstuk. Dus als Marlon zegt, die homo is daar zo synchroon mee en is er trots mee, dan is één ding is mijn vraag, kunnen we dan met die jongen praten? Of die man die dat doet, wat is de bedoeling daarvan? Waarom doet hij dat? Is dat een manier om zijn homoseksualiteit ten volle uit te leven? Dus er is ook een persoonlijk iets wat daar gaande is, waarvan we willen weten. Dus niet alleen in termen van activisme, maar ook wat gebeurt er met die persoon op dat moment op het toneel. Want we zien de hele tijd op het toneel dat mensen dingen doen waar ze eigenlijk naar verlangen, maar tegelijkertijd met moeten zeggen, ik ben het niet. Dus er gebeurt ook iets werkelijks op het toneel. Als hij kijkt, dan kan hij bij jou langskomen op therapie, denk ik. Doe hier... Ik had 2 vragen. Eentje aan Julian. Is het niet zo dat ze soms ook de Mariko, dus de homo-personage, ook gebruiken om maatschappijkritiek te leveren? Ja, ik denk dat je dat ook gevonden hebt. En de 2e vraag aan Bart. Is de clownfiguur niet ook hetzelfde wat in de populaire Nederlandse cultuur nu populair is? Ik noem maar op een Gerard Joling, een Meiland. Dat zijn allemaal figuren die de clown zijn en daardoor populair zijn. Dus ik denk niet dat dit een exclusief Curaçao's fenomeen is. Maar gewoon... Ja. Op je eerste vraag, ik ga Glenn, de hele mooie vraag. En ik zal zeggen, er is een proefschrift van Tjeerd de Reus. Heet Geslachtsziekte uit 1971. En die heeft ook over hoe mannen, zeg maar, de man... Volgens mij hebben we het een keer over gehad ook. Van dat een man zijn man zijn verbindt aan het nemen. Dus het is een hele mooie verslag. En ik denk dat jouw vraag niet goed kan... Nu kan je vraag niet goed beantwoorden, denk ik. Maar, en voor jouw vraag, ik denk dat juist doordat zij buiten de samenleving staan en eigenlijk door iedereen uitgekotst worden, kunnen ze juist kritiek leveren op de samenleving. Dus het is ook dat is juist de sassiness en dat is juist ook de quick, de fierceness wat ze hebben. En ze geven ook op een bepaalde manier kritiek, inderdaad, ja. Maar het is absoluut universeel. Ik was jarenlang verzot in mijn jeugd, vraag me niet waarom, van het waaienpoppenspel. Dat zijn verhalen van de Ramayana en de Mahabharata die verteld worden. Hè, met die leren poppen. Dat schaduwspel dat we kennen uit Indonesië. En daar is Samar, dat is een hele belangrijke personage. Die heeft soms een clownspositie. En zeker zijn zonen. Dat is gewoon hetzelfde mechanisme. En wat mij betreft hoeft het niet negatief te zijn, maar juist heel krachtig en een bepaald systeem om meerstemmige geluiden naar buiten te brengen. En dat is dan ook nog het hogere waar we het over hebben. Hè? Dat zijn de helden-epen van Indonesië.
Dank je wel. Julian, Bart, Rokaya, Danki, Glenn, Juan, Frida, Danki, Aitel, Alexis, Ernest, Daniel, Danki, Clemmy, Danki, Gaby, Danki, Steven, Danki. No, chiamisi così. Questa mattina vuole chi? Sì? Sì. Però non penso ora, Maricona, non sta comportando anche sdrecci, decente, con bien gritamento, bien cosa espressivo, da malupana. Che ora penso di sai? No, però Maricona, non siamo della guerra, che mandi? Non ti contesta mas. Tentati, Maricona, puta. Sì? Non so nasce, non so nasce, che tempo di Gesù, non è stato in puto che tende Maricona. Ah, ma non se bibate in casa, mi conte, cloco, tende, o che ne è Maricona, però. Thank you.
Dank jullie wel. Mag ik een applaus horen? Rokaya. Dank je wel. Julien. Bart. Maar laten we dan ook op deze manier doen, toch? We gaan buigen. Ja, we gaan buigen. 1, 2, 3. Dank jullie wel. En ik wilde een speciale dank ook aan Vereniging Antilliaans Netwerk, ook het Black Achievement Month. En het speciaal ook John Leerdam. Want zonder zijn geloof in mij door heel veel jaren en ook regie en inspiratie had ik vandaag niet zo stevig op deze hakken gestaan. Dank je wel. Ga je nu weer achter een de naam? Mij hebben gevraagd. Yes. De grote man. Yes. Lief? Lief? Ja? Alsjeblieft. Ja, vorige keer ging ze achter een piano staan. Dus dit keer had ik gezegd dat ze... Roos Leerdam Bulo. Ik ging achter een piano staan, want er was geen katheder. Nou, ik ben heel erg blij. En het woord trots heb ik een paar keer vanavond gehoord. En ik ben, of ik moet zeggen wij, ik praat ook namens mijn medebestuursleden. Argenis van Putten, die zit daar. En Tersa Weidebos, die nu... En waarom ben ik blij? Omdat de zaal vol is. De zaal is vol met young professionals. En ik zie ook heel veel van onze betalende leden. Glenn Helberg heeft in 2016 onze eerste in de Spotlight Award gekregen. Ik zie onze erelid John Leerdam. Ik zie ook onze... Europarlementariër Samira Rafaela, die toch in haar drukke schema tijd heeft gemaakt om bij Vereniging Antilliaans Netwerk vanavond te zijn. We hebben ook Melvin, die onze geweldige awards ontwerpt. En een heleboel andere mooie mensen zie ik nu in de zaal. Dit jaar is het thema van Vereniging Antilliaans Netwerk Verbeeld je. Maar dat kunnen en moeten we eerst doen door met elkaar te verbinden en te participeren. Ik ben tevens heel erg blij en trots omdat het vandaag de 7e keer is dat we deze bijeenkomst organiseren samen met de Bali en BAM. En we hopen dat het nog vele jaren doorgaat. Gedurende haar 32 jaar bestaan heeft Vereniging Antilliaans Netwerk een bijzonder netwerk opgezet. En opgebouwd, moet ik zeggen. Vooral van, met en tussen personen en organisaties met een Antilliaanse en Arubaanse achtergrond. En ook personen en organisaties die geïnteresseerd zijn in de voormalige Nederlandse Antillen. Om het netwerk te onderhouden, want dat is heel belangrijk, want je kan iets opzetten, maar hoe onderhoud je dat? Dat doen wij, en dat hebben we ook gedurende de jaren gedaan, door het organiseren van bijeenkomsten waarbij thema's besproken worden van algemeen, maatschappelijke of culturele aard, politiek, dienstverlening, bedrijfsleven, noem maar op. Vanavond hadden we een prachtige bijeenkomst, is dat niet zo? Ja. Ondertussen, dat hebben wij gemerkt, we hadden een vergadering bij mij thuis. En we hebben ondervonden dat het netwerk niet weg te denken is. Als vereniging en als platform willen wij het andere verhaal van de Caribisch
Caribische Nederlanders vertellen, becommentariëren, ook bediscussiëren en altijd met respect. Dat is heel belangrijk. Graag wil ik mijn bestuursleden ook naar voren halen. Dan kunnen jullie nog een keer zien wie ze zijn. Ik wil jullie erop attenderen dat op woensdag 19 oktober wij om 8:00 de film Bocasa en Antonio gaan presenteren met een ode aan Diana Lebax en Pacheco Domacassé. En tijdens de bijeenkomst is het onze awardavond. We gaan een award, 2 awards uitreiken. Dus ik zou zeggen, reserveer je kaart. Het is in de Bijlmerpark Theater en het begint om 8:00. En dan gaan we vertellen wat de prijs inhoudt. Sowieso zijn de winnaars nog onbekend en het blijft een geheim tot de... Nou, soms wordt het vooraf verteld wie de winnaars zijn. Maar het is eigenlijk ook een bestuursprijs. Gedurende een jaar of jaren volgen we mensen, young professionals, die wij interessant vinden om in de spotlight te zetten. En het is ons dit jaar weer gelukt om 2 belangrijke personen, 1 young professional en 1 die zijn of haar sporen al heeft verdiend, maar misschien toch onbekend zijn onder een paar mensen, maar na de 19e niet meer. Ik wil Julian Isenia op het podium roepen, Edson, Colin Edson, Bart Krieger en Rokaya Sek, want wij hebben een kleinigheid voor jullie. Wij hebben een bloemetje van onze huisbloemetje. En we hebben ook een hele lekkere koontje crema. Dat hebben jullie bij het entree van Terza gekregen, want we gaan zo direct een toast uitbrengen. Dankjewel. Nou, we gaan de toast uitbrengen op onszelf. En ten tweede op de samenwerking met de Bali en de Black Achievement Month. En ook willen wij Julian feliciteren met zijn promotie. Want misschien weten jullie dat niet. Hij is recentelijk gepromoveerd en daar zijn we ook heel trots op. Ja. Dankjewel, Roos. Fantastisch. En, proost en een hele fijne avond. We kunnen het misschien nog voortzetten aan de bar, zou ik zeggen. Ja.